We hebben eigenlijk met Birok een heel eigen versie gemaakt van... Het werk is overbekend. De vier seizoenen van Vivaldi. We vertrekken, zoals altijd, vanuit de oorspronkelijke partituur. We vertrekken vanuit de gegevens van de historische uitvoeringspraktijk. Dus daarin verschillen we eigenlijk niet zozeer van veel andere barokensembles. Waar ligt het verschil? Onze aanpak. Dat geldt, denk ik, voor alles wat we tot nu toe gedaan hebben. We kijken altijd naar, of we zoeken tenminste altijd naar een zo kleurrijk mogelijke uitvoering. Dat wil zeggen dat we proberen te achterhalen wat Vivaldi met die muziek bedoeld heeft. Dat is in het geval van de vierjarigtijden niet eens zo moeilijk, want in de partituur staan ook aanwijzingen. Er staat ook een tekst bij. Het is eigenlijk het oorspronkelijke sonnet of de oorspronkelijke vier sonnetten die over de vier seizoenen gaan, die staan in de partituur bijgeschreven. En daar staat bijvoorbeeld bij, hier blaft de hond. Wel, dan moet je dat ook op zo'n manier doen dat het lijkt alsof dat die altviool die op dat moment speelt echt een hond nabootst natuurlijk. Zo kan je die hele vierjarige tijden bekijken als een heel beeldrijke, heel gefragmenteerde manier van muziek maken, waarbij je zoveel mogelijk contrasten moet maken. MUZIEK